De hele maand februari viert de Ready Tex Art Gallery haar bigiari. Op 8 februari is het precies 30 jaar dat deze kunstexpositie Hal werd geopend. In dat kader is zij gisteren haar jubileumexpositie Ecology 30 Years Ready Tex Art Gallery geopend. Zo ging het aan toe nadat kunstenaars en de directie van Ready Tex Art Gallery hadden verteld hoe de deuren van de gallery 30 jaar geleden opengingen. De gallery was in die tijd nog boven in de souvenirzaak. Beeldend kunstenaar Rinaldo Klas was er vanaf het begin van de gallery bij en stelde zijn kunstwerken in de souvenirwinkel tentoon. Cultuurdirecteur Roseline Daan benadrukte dat kunst en cultuur belangrijke schakels zijn in de gemeenschap. De vraag was aan mij gesteld, kun je iets met je kunst doen in de winkel? Want toen was er nog geen galerie. Dus toen zei ik van, ja, ik vind het prima, maar het waren werk op formaat, dus op papier. En zo is het begonnen. In een, zeg maar, een muurtje in de winkel. En op een gegeven moment kreeg ik ook kritiek van wat doe je met alle souvenirs? En ik zeg van ja, souvenirs hoort ook aan het publiek. Dus mijn kunst hoort ook aan het publiek. En zo zijn we begonnen. Ik zag zojuist terwijl Monique aan het praten was en we de inheemse groep hadden, zag ik alleen maar blijde gezichten. Je vergeet met kunst en cultuur even de zorgen van alle dag. Zie daar het belang van kunst en cultuur. Zie daar het belang, zoals Monique heeft aangegeven, ondanks de gebrekkige omstandigheden, om toch mensen om je heen te hebben die heel creatief zijn en die denken aan vooruitgaan. Met de minimale mogelijkheden. Maar toch de creativiteit aan de dag leggen. Klas, die vanaf het prille begin een belangrijke steunpilaar van de gallery is geweest, is ook de erekunstenaar van de expositie Ecology 30 Years Ready Tex Art Gallery. Als leidraad voor de opbouw van de tentoonstelling zijn uit de 3 decennia van het bestaan van de gallery eerst werkstukken van Klas geselecteerd. Daarnaast zijn er ook werken gekozen van alle kunstenaars die verbonden zijn aan de galerie. Gerangschikt naar de onderling met elkaar verbonden thema's, zoals mens, natuur, spiritualiteit en abstractie. De expositie Ecology 30 Years Ready Tex Art Gallery is gisteravond geopend dus en loopt tot en met zaterdag 4 maart.